Ja, nou, leuke feestdagen iedereen. Merry Christmas nogmaals. Maar we zijn nu al bijna aan het eind van het jaar gekomen. En welkom bij deze video. We zijn vandaag in Disneycraft, zoals gewoonlijk. En we hebben iets heel speciaals voor jullie. Want we gaan het jaar niet zomaar afsluiten zonder iets speciaals. En ik wil je eerst mededelen, geen reclame, maar het is wel heel belangrijk dat jullie het weten, dat je VIP nog heel goedkoop kan kopen, al voor minimaal 3,50 in een maand en zelfs voor maar 40 euro oneindig. Dus oneindig VIP bij ons in de server is nog steeds bezig, maar tot en met 2 januari kan jij die korting halen bij ons op www.disneycraft.nl/VIP. Maar wat wij dus speciaal hebben is iets heel gaafs. En dat is voor zowel bezoekers als voor VIP-mensen die onze server joinen op 30 december, 31 december en 1 januari als ik het goed zeg. En we gaan hierover meer uitleggen in deze video, want ik zie hier namelijk iemand binnenstaan. Het is Leroy. Ja. Ja, hallo. Hallo. Leroy, je bent live. Live, echt waar? Oh, ja, mensen. Live. Ik ja. Wil even mijn moeder bedanken en... Nee, haha, leuk. Ja. Ja. We gaan knallend het jaar afsluiten. Knallend het jaar? En wat moeten we daarvoor voorstellen? Nou ja, we hebben met ons geweldige team. En dan wil ik echt even Robin voor bedanken. De DCVNL, die zit naast je. Yay. Aan de andere kant. Want echt, wat voor werk hij in een redelijk korte tijd. Want het idee is echt... Net voor kerst kwam in één keer mijn hersens ratelen kwam dat idee. En Robin heeft heel snel plugin gemaakt. En ik denk dat Robin het beste uit kan leggen. Ja, want Robin, wat moeten wij doen? De mensen hoeven eigenlijk niks te doen. Ze moeten volgens mij alleen maar de server joinen, als ik het goed begrijp, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Je moet gewoon zorgen dat je 4 plekjes hebt in je inventory. 4 plekjes? Dan krijg je automatisch... Nou, we kunnen het wel laten zien. Ja? Kijk! Ze kunnen dan vuur krijgen. Ja, ze mogen het eigenlijk nog niet zien, want dat is een verrassing. Want dan moeten mensen zelf gaan ontdekken in de server, hè? Maar inderdaad, hou in je inventory 4 plekken vrij. En dan komen er spannende eigenlijk pijlen in jouw slots. En met die pijlen die kan je afsteken. Maar daar wil ik wel bij zeggen, die pijlen gaan een keer op. En wij geven niet automatisch extra nieuwe. Dus je krijgt van ons pijlen, want het kost al genoeg. We hebben heel veel betaald voor die pijlen. En we moeten iedereen in de server van die pijlen geven. Nou is het leuker dat VIP mensen de dubbele aantal pijlen krijgen. Dus die krijgen een hele stack aan pijlen. En de bezoekers krijgen de helft. Dus die krijgen er als het goed is... Nee, dat zeg je niet goed. Oh, nee. Sorry. Ik ben schuldig. Bezoekers krijgen een stack en VIPs krijgen 2 stacks. Nou, nog beter. Mensen dachten al, dus gingen balen. Meer. Mensen gingen balen. Ja, een spanning nu. Nee, maar inderdaad. Dat is tof om te weten dat het een extraatje is voor de VIP mensen. Dus daarom zei ik al van, de VIP is nog met korting. Je kan er nog halen tot en met 1, 2 januari. Doen we 2 januari voor jullie. Dus kijk even op de website onderin. En dan zie ik jou hopelijk met oud en nieuw in de server. Want ik ben erbij. Ik weet niet of Leroy en Gio erbij zijn. Want s'avonds gaan wij pas eigenlijk vuurwerk afsteken. En jongens, ik kan het misschien 100 keer zeggen. Maar let op die vingers. Alsjeblieft. En nog 1 dingetje. Ja, 1 ding. Zeg eens. Morgen, 31 december. Ja. En overmorgen. Ja. Op 1 januari. Ja. Gaat iets komen wat er een tijdje terug al is gezegd, wat een beetje voor ophef heeft gezorgd. Klopt. Maar het kasteel gaat eindelijk tot leven komen. Ieder uur. Ieder uur. Op Oudjaarsdag en Nieuwjaarsdag. Ieder uur gaat het kasteel tot leven komen. Ja, wat er gebeurt, dat moet je zelf maar... Ja, dan moet je in de service komen kijken inderdaad. Elk uur. Dus nogmaals, vanaf 31 december tot aan 1 januari krijgen jullie elk uur het kasteel te zien die tot leven komt op een speciale wijze. We gaan niks zeggen hoe en wat, maar jullie gaan het meemaken hier in de server. Maar zeker weten, gewoon een keer komen joinen onder het IP natuurlijk, play.disneycraft.nl. Maar sinds kort kan je zelfs joinen onder een ander IP-adres. Nou weet ik dat het misschien niet nodig is, maar het is leuk om te weten dat je ook kan joinen via alleen disneycraft.nl. Dus je hoeft geen play ervoor te zetten of wat dan ook, alleen het IP disneycraft.nl en jij komt op de server. Goed. En daar nog een toevoeging aan? Nee. Ik ben van de toevoegingen vandaag, mensen. Maar als jij niet kan joinen via een van die 2 IP's, dan raad ik je aan om .255571. achter het IP te zetten. Dus play.disneycraft.nl .255571. En dan zou het wel moeten werken. Oké, tof. Nou, dat is goed. Mocht het zo zijn. Hey, ja. Hier staat ik met een teletubby naast je. Het is allemaal zo geloofwaardig hier. Dus...
Is dat Tinky Winky of zo? Gio, we hebben er nog wat op te zeggen. Is toch die met die step? Ik heb er nou al zin in. Ja, echt, hè? Jongens, het is, zeker weten. Het is je nog niet opgevallen, maar we hebben een oud crewlid terug in ons. Het is misschien een beetje raar om dat nu ineens in deze update video te zeggen, maar ik zie het nu staan, hem. En Kenzo is weer terug bij ons in de groep. Yay! Nou, leuk. Jongens, nou, wij ontslaan maar weer, hebben we dat ook weer gehad. Ja, hartstikke tof dat Kenzo weer terug is om ons team te versterken. En ja, ik ga nog zeker wel een video maken voor oud en nieuw. En trouwens, Kenny Cool, je hebt echt een hele toffe skin. Oké, ja, dat wou ik gewoon even kwijt. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende video in ieder geval. Doei! Doei! Doei.